En het toeristisch oord Frederiksdorp heeft vandaag haar website Het Geheugen van Noord-Komowijnen gelanceerd. De website moet de rechteroever van de Komowijnenrivier meer bekendheid geven, zodat het toerisme in dat gebied wordt bevorderd. Een verslag van... De lancering van de website is het resultaat van een project dat ruim 1 jaar heeft geduurd, zegt projectdrager en eigenaar van Frederiksdorp, Cyrano Salman. Om de kleurrijke geschiedenis bekendheid te geven, zijn tientallen verhalen van de dorpelingen die nog wonen op de plantages verzameld en gepubliceerd op de website. Het project is ondersteund door de Hogeschool van Amsterdam en de Stichting Gedeeld Cultureel en Historisch Erfgoed Suriname-Nederland. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gezorgd voor de financiering. We hebben nu al 110 verhalen verzameld, waarvan er al 55 op de website zijn. Kan je via de website eigenlijk kennis maken met alles van de rechteroever. Dus niet alleen dingen als de natuurgebieden, de rivieren, het gaat over dolfijnen, de zwam, de zeeschildpadden, alles komt in de verhalen terug. Maar vooral het dagelijks leven van de mensen. Hoe mensen leven, wat hun dromen zijn, wat hun verdriet is. Mensen nemen afscheid, bedrijven redden het niet. Er komen nieuwe bedrijven waar vol enthousiasme in gestapt wordt. We hebben vrouwen die heel veel kleine ondernemingen hebben. We hebben vrouwen die grote ondernemingen hebben. We hebben mannen, we hebben ook kinderen en jeugd geïnterviewd. Dus je krijgt een informatie plus. De website is gelanceerd door de districtscommissaris van Komowijnen, Mohamed Safik Rajab. De burgervader is bijzonder ingenomen met het project en heeft beloofd een parkeerhaven aan de linkeroever van de rivier aan te leggen. Toeristen kunnen hun voertuigen dan veilig parkeren indien ze de oversteek vanuit Maardenburg willen doen. Ik ben heel trots als Komowijner, burger van Komowijnen en nu burgervader, dat mensen toch initiatieven blijven nemen in het district. Mensen hebben belief in, ondanks de slechte economische situatie van het land, investeren mensen. En u ziet het zelf, daarnet heeft u ook gehoord, de launching, waarbij dan geschiedenis is opgeslagen. En het is heel veel stof tot nadenken ook. Mensen die nooit het verleden hebben gekend, om hier te komen achterhalen wat hun voorouders te maken hebben gehad in het district. In het bijzonder de plantage-eigenaren, wat ze ermee met de mensen hebben gedaan. In het tehuis zie je, in het geheugen tehuis zie je ook materialen opgeslagen, waarbij je ziet dan die handboeien, die kogels van vroeger, die zweepslagen, flessen van toen. Heel wat dingen kan je hier bezichtigen. En er is ook geschiedenis op papier geschreven en verteld door burgers die nog in leven zijn, seniorenburgers. En je ziet het, Komowijnen is rijk aan plantages geweest en van al die plantages zijn nu volgens mij 8 of 9 aan de rechteroever, waarbij dan hun bijdrage zeker groot is om het toerisme te bevorderen in Suriname. De DC van Komowijnen Mohamed Safik Rajab na de lancering van de website Het Geheugen van Noord-Komowijnen. De website moet het toerisme in dat gebied bevorderen. Trouwens, het verslag komt van Sishma Bisisser.